Goedendag en welkom weer bij een aflevering van Alfa Audio. Vandaag hebben wij de Bowers Wilkins PX. Een draadloze hoofdtelefoon, 399 euro. Bluetooth, knopjes erop voor pauze, stop, volume opnemen. Uiteraard op te laden via USB. Er dus zit een accuutje in, gaat zeker een dagje mee. Zover so nog helemaal niks bijzonders. Ook de prijs, 399, is niet zo heel bijzonder. Want ja, vandaag de dag zijn er een heleboel hoofdtelefoons van 399 euro. Wat maakt deze dan wel bijzonder? Nou, heel simpel. Er zit noise cancelling in. En dit is de eerste hoofdtelefoon van Bowers Wilkens met noise cancelling. En volgens Bowers hebben ze die hele noise cancelling zelf ontwikkeld. En dat is best een prestatie. Want ja, wie weet, weet u dat, maar Bose heeft zo'n beetje alle patenten ter wereld rondom noise cancelling. En daardoor moeten andere fabrikanten, denk aan Bowers, denk aan AKG of JBL, die moeten er allemaal omheen gaan werken. En dat is best een lastig klusje. Nou is die noise al behoorlijk effectief. En dat is al een hele prestatie gezien het feit dat Bose dus zo'n beetje alle patenten ter wereld heeft. Wat deze hoofdtelefoon echter nog bijzonderder maakt, is dat er een app aan verbonden is waarmee je de noise cancelling kan gaan regelen. Ja, dat zien we niet zo heel vaak. Uh, je kan bijvoorbeeld met die app zeggen ik ben op kantoor of ik ben thuis of ik ben in een uh, drukke omgeving en ik wil meer of minder noise cancelling. Maar wat nog leuker is, je kan stemmen doorlaten. Dus je kan met een slider zeggen, ik wil meer of minder stemmen horen. Ja, dat was wel een hele toffe feature. We hebben die alleen één keer eerder gezien. En dat was in een aflevering van Unboxing Therapy. En ja, dat waren in-ears. En of die in-ears nou echt op de markt zijn gekomen? Geen idee. We hebben ze nog nooit in Europa gezien in ieder geval. Hebt u dat ook gezien? Weet u welke het zijn en weet u waar ze te koop zijn? Dan horen we het heel erg graag. Want het zag er wel heel tof uit. Maar ja, Bowers heeft dat dus ook ingebouwd in een app. Die app is zowel voor Android als voor iOS te verkrijgen. Dan was er was laatst een update waardoor die app nog iets beter verbindt met de hoofdtelefoon, wat wel handig is. Laten we nu eens gaan kijken naar het draagcomfort. Um, de PX ziet er iets anders uit. De cups zijn ook ietsje anders en ja, ik moet zeggen, hij zit wel wat lekkerder eigenlijk. Hij zit beter dan de P7 en zeker ook beter dan de P5. Maar ja, de P5 was een on-ear model en dit is een over-ear model, dus dat is al een wezenlijk verschil. Nou, de leren band ziet er allemaal hartstikke goed uit. Wij vinden de afwerking nog ietsje mooier dan die van de P7 of de P5 en zeker de P3. Want dat was toch een beetje ja, flimsy, als we heel eerlijk zijn. De PX ziet er gewoon ontzettend goed verzorgd uit. Dat is een mooi ding om te zien. We hebben hem op de Headphone Heaven Show ook in het goud gezien. Wat wel ja, eigenlijk de eerste gouden hoofdtelefoon is die niet heel kitsch was. Um, dan de geluidskwaliteit. Ja, we hebben hem nog niet gemeten, we moeten hem nog reviewen, Maar de eerste indruk is bijzonder goed. Hij klinkt een beetje richting de P7. Hij is wat neutraler, hij is niet heel boemerig. Het uh, detailniveau is hoog. En de units zijn ook, net zoals bij de P7, mooi gekanteld, zodat je een soort stereo-beeld-effect krijgt. Op weg naar de Headphone Heaven Show we hebben we hem ook gedragen natuurlijk eh, onderweg en ja mede dankzij Aptix HD is de verbindingskwaliteit met Bluetooth behoorlijk goed. Aptix is natuurlijk al best een goede kwaliteit voor onderweg, maar Aptix HD doet daar nog een schepje bovenop en onze Android telefoon heeft sinds Android 8 ook de mogelijkheid om Aptix HD te gebruiken. Nou is het nog steeds niet te vergelijken met een kabeltje, maar het komt angstig dicht in de buurt. Dus laten we als audiofielen of audiofanaten even heel eerlijk zijn. Onderweg is Bluetooth gewoon ontzettend handig. Persoonlijk blijf ik best wel vaak met kabeltjes ergens achter hangen. Dus die reclame van JBL en AKG is niet zo heel erg veel onzin. Uh, en ja, draadloos heb je daar geen last van. En onderweg heb je een boel herrie om je heen. Auto's, fietsers, toeters, bellen, ambulances. Ja, dan kan je wel heel erg gaan neuzelen over dat ene plingeltje rechtsboven in je, in je, in je stereobeeld. Maar Onderweg wil je gewoon muziek. En aptX en aptX HD is gewoon een behoorlijke kwaliteit voor onderweg. Zit je thuis op de bank, ander verhaal. Dan heb ik ook liever een kabel eraan en dan wil ik de optimale kwaliteit. Maar onderweg is een draadloze hoofdtelefoon met een goede bluetooth verbinding gewoon een prima alternatief. Wij gaan er dieper op in. De review kunt u binnenkort verwachten op Alfa Audio. We bedanken u weer hartelijk voor het kijken. Even nog kijken. Ben je al geabonneerd? Zo niet. Klik op die abonnee-button. Hartelijk bedankt. Tot de volgende keer.